Hey, vandaag dag 18 van de Open Your World Challenge. En gisteren zat ik eventjes een beetje in een dip, ook na de live video over, het ging ook over negativiteit en over negatieve feedback, over spiegel zijn voor elkaar. En gaandeweg de dag voelde ik toch dat het toch ook dieper zat bij mezelf. Dat stukje afwijzing. Dat ik daar nog wel moeite mee heb. Of de moeite ervaren dat mensen niet mijn waarde inzien. Maar vooral. Ja, het gaat dan niet zozeer om de waarde die niet gezien wordt, maar meer het feit wat mij het meeste raakt, is als mensen mijn zuiverheid en puurheid ten twijfel stellen. Dus dat ze twijfelen aan mijn zuiverheid. Als mens en mijn oprechtheid. En dat is iets wat mij heel diep raakt. Dat is het vooral. Het is dus niet eens zozeer de afwijzing, want natuurlijk kan ik niet met iedereen vrienden zijn. En dat is iets wat ik wel heb achter me kunnen laten. Van ja, dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken. En dat ik niet iedereen kan helpen, ook al zou ik dat graag willen. Maar het is dan vooral dat er twijfel is. Of dat twijfel wordt uitgesproken over mijn oprechtheid en op mijn zuiverheid. En dat raakt mij gewoon heel diep. Omdat eigenlijk de integriteit is het. Die zuiverheid, integriteit. Er wordt getwijfeld aan mijn integriteit. En dat steekt mij. Dat doet echt pijn. En natuurlijk heeft dat ook te maken met mijn verleden. En ik zei gisteren al dat ik een meditatie wilde gaan maken. En dat ga ik ook doen. Ik had gisteren al een idee welke richting het op zou gaan. De richting van het innerlijke kind. Om dat volledig te omarmen. Om daar weer mee in verbinding te komen. En uiteindelijk voel ik ook dat dat ook de plek is waar ik mag zijn om die pijn, vooral de pijn die ik ervaar als mensen niet geloven in mijn integriteit. Of dat ze dus twijfel hebben. Dan heeft dat natuurlijk ook te maken met. Dus dan wordt mijn puurheid, mijn zuiverheid wordt afgewezen. En dat is, uiteindelijk is het natuurlijk het woord van anderen. Dat alleen maar via social media heel gemakkelijk even gedeeld wordt. Of in een mailtje. Want ik heb dat nog niet eerder meegemaakt in persoonlijke gesprekken met mensen. Dat ze dat zo duidelijk uitspreken, die twijfel. En ik weet ook wel hoe dat komt. Omdat men dat ook gewoon niet durft. Omdat dat wel heel dichtbij komt als het persoonlijk is. Als je echt persoonlijk met elkaar in verbinding staat, dan zul je elkaar ook echt voelen. Dus daarom maak ik vandaag een geleide meditatie over het innerlijk kind, om die verbinding weer te creëren. En omdat ik tijdens het, wat ik namelijk doe, is op het moment dat ik een geleide meditatie maak, dan, ik heb geen script. Ik weet ook nog niet hoe
het precies gaat worden. Wel ongeveer, ja, dat het wel een visualisatie zal zijn. Maar wat ik ga zeggen, dat is iets wat vanzelf bij me naar binnen stroomt. En dat past ook gewoon helemaal in mijn eigen verhaal van wat ik zelf te verwerken heb. Dus tijdens het spreken, het inspreken van die geleide meditatie, zal ik het zelf ook aangaan. Die confrontatie, de verbinding met mijn innerlijk kind. En tevens help ik jou daar ook bij. Of help ik jou daarmee. Dus wat ik nu ga doen, ik ga zo meteen mijn hoofdtelefoon opzetten, muziek starten en dan ga ik spreken. En ik zou zeggen, doe mee met de meditatie en laat je meenemen door mijn stem. En maak weer verbinding met jouw innerlijk kind. Ik wens je een fijne dag en we zien elkaar morgen weer. Ga heerlijk rustig zitten of liggen op een plek waar jij volledig de ruimte hebt voor jezelf. Een plek waar je niet gestoord kunt worden door anderen. Een plek waar je even de tijd en ruimte hebt voor alleen jij. Want de komende minuten ga ik je meenemen op een korte reis, een innerlijke reis, een reis naar binnen. En ik wil je vragen om je ogen te sluiten als je dat nog niet gedaan hebt. En luister aandachtig naar mijn stem. En concentreer je alleen op jouw ademhaling. Ik wil je vragen om je handen op je buik te leggen. En een grote hap lucht te nemen. Adem maar in door je neus. En hou die adem een aantal tellen vast. Blaas het dan weer uit door je mond. In door je neus. Een paar tellen vasthouden en vervolgens blaas je al je adem en al je lucht weer uit. En je merkt, naarmate je dit een aantal keer probeert, en wanneer je een aantal keer hebt in- en uitgeademd, dat je je steeds meer ontspannen gaat voelen. Je wordt rustiger, je voelt je lichaam veel meer ontspannen. Kleine spanningen in je nek of je rug of in je kuiten of op andere plaatsen zullen verdwijnen, zullen heel langzaam verdwijnen omdat je steeds dieper wegzakt. Adem nog maar eens een keer heel diep in door je neus. En uit door je mond. Voel
Voel je hoofd, je ogen, de spiertjes rondom je ogen. En laat alles even los. Laat het eventjes gaan. Alle spanning mag ruimte krijgen voor ontspanning. Dieper en dieper. Totale ontspanning. Steeds dieper en dieper ontspannen raakt, ga je wellicht ook iets zien en of iets ruiken of iets proeven. Kijk maar wat je voor je ziet. En ik wil je vragen. Om je volledig om te draaien. En je ziet dan even niets meer. Het is volledig, volledig zwart, volledig donker. En toch zie jij in de verte ergens een streepje licht. En ik wil je vragen om daar naartoe te lopen. Dat kleine streepje licht wordt steeds groter naarmate jij dat streepje nadert. En wat zie je daar? Wat zie je? Je ziet dat dat streepje licht onder een deur doorkomt. Er is een deur. Een hele grote deur. Een mooie deur. Kijk maar eens hoe dat er voor jou uitziet. Welke vormen, welke kleuren heeft die deur? Welke contouren kun je zien? Zit er een slot op de deur of heeft het slechts een deurklink? Kijk maar eens goed hoe alles eruit ziet. Hey, wat gebeurt er? Wat zie je nu? De deur opent zich. En het licht gaat steeds feller en feller en feller schijnen. Je ziet bijna niets meer. Je wordt volledig verblind door dat licht. Wat een overgang van die duisternis en de donkerte naar dat enorme licht. Het enorme licht dat in jouw ogen straalt. Je ziet even niet wat er met je gebeurt. En waar je bent. Maar langzaam ga je beseffen waar je bent. Je bent in een ruimte. In een ruimte die jij al eerder hebt gezien. Het is namelijk jouw eigen kamer. Jouw eigen kamer van vroeger. Toen jij nog kind was. En kijk maar eens goed om je heen. Alles staat er nog precies zo bij als toen. Zie de muren. Het bed. Let ook op alle details. Je ziet accessoires die jij eigenlijk al lang bent vergeten. Je wist niet meer dat jij dat allemaal had. In deze kamer ben je nu.
alleen. En je gaat even rustig zitten. Op het bed. Op jouw eigen bed. En haal je handen maar even langs de lakens of de dekens. En kijk maar eens even goed naar het dekbed overtrek of het dekbed. Wat er ligt. Een sprei. En voel maar eens. Je voelt precies weer hoe dat was. En je kijkt nog eens verder en je ziet je slaapkamerdeur. En die slaapkamerdeur gaat open. En wie staat daar in de deuropening? Dat ben jezelf. Jij bent dit. Je ziet jezelf. Weer als kind. Deze verschijning raakt je. Het raakt je om jezelf weer terug te zien. En maak maar even contact. Zeg maar even hallo tegen jezelf. En er wordt hallo tegen je teruggezegd. Het is een hele bijzondere ontmoeting om jezelf weer te zien. Jezelf van vroeger. En opeens bedenk je jezelf dat je ooit wel eens over nagedacht hebt. Wat jij jezelf, jouw jongere versie van jezelf, zou willen zeggen. Omdat je zo graag die kleinere versie van jezelf had willen beschermen voor iets dat je zou meemaken. Of meegemaakt had. En bedenk maar eens wat je dan zou zeggen. En ook al weet je daar niet de juiste woorden voor te vinden, kan het ook al voldoende zijn om gewoon even letterlijk die verbinding te maken. Jullie lopen naar elkaar toe. En geef maar eens een grote omhelzing, een knuffel. Een blijk van erkenning. En het voelt zo wonderbaarlijk om jezelf een knuffel te geven. Maar het is ook tegelijkertijd zo mooi om jezelf te voelen, om die liefde te voelen. De liefde die wederzijds is. Zo bijzonder mooi om dit te voelen. En de vraag, een vraag. Je mag een vraag stellen aan jouw jongere versie. En die vraag is: wat heb jij nodig? Wat heb jij specifiek nodig in je leven?
en stel die vraag maar. En voel en hoor welk antwoord er terugkomt. En als jij het antwoord weet, of misschien nog niet helemaal goed hebt gehoord, maar wel een idee hebt wat dat zal zijn, schrijf het dan op, zometeen na de meditatie. Schrijf op wat de kleinere jij nu echt wilde, waar de grootste behoefte lag, wat jij het allerliefste wilde, waar je naar verlangde. Wat jij daadwerkelijk nodig had. Je ziet dat het tijd is om afscheid te nemen van elkaar. Je mag nog één ding zeggen. Geef maar even een knuffel of een kus. En je ziet het beeld van je slaapkamer volledig vervagen. En nu sta jij hier in het volledige witte licht. En zie jij de deur waardoor je naar binnen bent gekomen. En je loopt weer terug naar de donkere ruimte waarin jij stond. En de deur sluit achter je. En je bent weer terug in de duistere, in de donkere ruimte. En ik tel zo meteen af van 10 naar 0 en dan ben je weer volledig terug in deze werkelijkheid. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, 0. Zodra jij er klaar voor bent, open jij weer je ogen. En ben jij weer volledig terug in deze werkelijkheid. En vergeet niet op te schrijven wat de kleinere jij tegen je zei. Wat de kleinere versie van jezelf nu precies nodig had. Ik bedank je voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Wow. Nou, dat was eventjes heftig. Nou, bedankt voor het kijken. En graag tot morgen.